Pieren, Marieke, Sjoge, Zoon. Een Hoi. Jongen en een famke, heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt niet als een oor. Maar toch had Proost. Ze me klaar. Ja! Begrafenis. Hoi Marieke. Oh, wat is er met jij? Mas goelen. Wie Piet is die? Piet, din kanarie? Kun je dat nou? Weet ik het. Hij lijst samen die in die kooi van de midden. Maar de poort is omheeg. Wie is ziek? Nee, dat dacht ik net. Justus ziet er nog gewoon te jongen en hij eet en hij droomt goed. En nou is er niet een deer. Goh. Wat jammer nou. Rottig, Faddy. Ja. En wat nou? Uw man wil hem in Jiske vet gooien. Maar dat wil ik net. Wat was het dan? Oh, ik wil hem begraven. Wil Stom je helpen? Ja, verzels. Nou dadelijk? Ja, ik haal een mooi plakje uitzocht. Goed, ik kom erom. Even later graven de bern bij Marieke achter in de tuin een gat onder een mooie rozenstruk. Zo, klaar. Nou kan de begrafenis beginnen. Begrafenis? Ja, we kunnen er net samen in gooien. Dat vind ik net mooi. Hij moet hij zeggen in een kistje. Hast toch net een kistje? Nee. Of, wacht eens. Wie is mam in de galerie zit wel een kistje? Zullen wij dat gaan maken? Ja, dat weet ik net. Dus mijn is net thuis. Maar ik denk het wel. Ik zou net weten wat ze mij uit de kist komt. Er zit wel wat in zitten of zo. Kom op mij. Kunnen we hem de daalkie missen? Hij stek een pen en papier voor mij. Wat was dan? Een gedicht, meidje. Bij een begrafenis jij een gedicht, vind ik. Wilst Marieke het kistje uit de galerie helpt, zit Pier al te dichtje. Tje. Oh ja, dat is krekgoed. Wat een mooi kistje. En wat zit erin? Boomwol neemt dus met hem dat. Dat broekt ze om beelden mee in te pakken. Krijgt strieën? Ja, maar dan wat steviger. Ik had er maar in zitten litten. Dan lijkt het lekker zacht. Wij ridder. Ja. Piet. Die lijkt nog in de kooi. Ik zal hem pakken. Oh, het ziet er nog mooi uit. Is er al stief? Hij viel heel zacht en heel licht. Nou, lieve Scott. Kies je mooi lezen. Zo. Maar lekker sliepen. Zal ik de kist dragen? En dat stoot dan achter mijn oor inst? Eerste keer om het hoes heen en dan naar het graf, ja? Goed. In een lietse optocht van 2 personen brengen ze Piet naar zijn laatste restplak. Als ze het kistje bij het gat del zetten, helpt Pier het gedicht uit de boezem. Een gedicht. Voor Piet. Die hier ligt. Verstaat hij wel Nederlands? Hij is dier. Oh ja. Lieve Piet, wij hebben veel verdriet, omdat je bent doodgegaan. Maar wat doen we eraan? Je woonde in een kooi. Dat was niet zo mooi. Maar je had een goed leventje, ook al duurde het maar eventje. Je kunt nu niet meer zingen of andere dingen. Jouw liedje is nu uit en laat anderen nu maar fluiten.
lieve Piet. Wij vergeten je niet. Oh, mooi, hé. En wat doen we nou? Begraven. Zonder roeren. Dat wil ik net zeggen. Dat dood dat maar. Goed. Met je dood dan maar een kruis voor op het graf. Als Pier het gat dichtmaken had, luidde er nog wat stenen op als versiering. Hij is nog maar krek kleer. Of daar komt Marieke al aan met een mooi houten kruis. Wat hast er op skreun? Hier ligt Piet zoals je ziet. Maar dat klopt het net. Hoe is dat net? Nou, zoals je ziet. Maar dan zocht hem om ons net. Oh nee. Maar dan verhoor ik het wel. Wacht je maar. Zo, nou klopt het wel. Hier ligt Piet, zoals je niet ziet. Oké, dat is beter. Hé, is mijn mezek weer thuis? Zie maar, ze zien een galerie mijn klant. Oh, ze komt een poeten. Ah, Marieke, dat best. Ik hier al om die zocht. Oh, sis, haast door dat kistje, jongen, dat in de galerie stier, maar die boom wil erin. Ik zoek dat beeldje van meneer de Jong erin van en ook ken ik er niet in dat kistje net meer vinden. Maar haast het ik, jongen? Ja. Oh, nou, gelukkig, ik wie al bang dat ik het kwiet wie. Wij had broekt. Broekt? Famke, waarvoor? Voor de begrafenis. Voor de begrafenis? Maar... Ja, voor een begrafenis van Piet. Het spiet me. Oh, lieve. Och, hè, ach. Hè, Famke toch. Hè, nou, dat is me ek wat. Hè. Ja, maar hoe moet dat nou maar dat beeldje van meneer de Jong? Wat is het voor beeldje? Ja, ach, het is een beeldje van een visk. Nou ja, ons maat er maar een oud krant omheen. Zat tot de visboer het ek. Sorry. Ah. Kom je hem dadelijk nog even in de hoes? Dan krijg je hem nog een kopje thee, maar een stukje cake. Want ja, dat je het zo nou een begrafenis. Oh? Ja.